Genomineerd in de categorie Sporttalent van het jaar Nieuwkoop 2010 zijn Dagmar Smit. Bij de Sylvester Cross werd ik tweede en bij de D-spelen heb ik 1000 meter gelopen, werd ik ook eerste. En bij de Inderhal in Apeldoorn, daar ook 1000 meter, werd ik ook eerste met een hele mooie tijd. Dagmar is een meerdere afstanden kan ze aan. Het is een beetje vanaf de 800.000 meter tot aan 5 kilometer loopt ze goed. Dus is sterk. Ik hoop gewoon een heel mooi seizoen te maken, zeg maar, mooie tijden. We hopen natuurlijk dat het weer sneller gaat. In 2010 is ze nog net boven de 3 minuten blijven steken op de 1000 meter. Op zich al een hele goede tijd. Maar ja, onder die 3 minuten is natuurlijk een grens die graag die staat op het verlanglijstje. Het is ook heel moeilijk te zeggen waar haar top ligt, maar ja, je hoopt. Kijk, Nederlands kampioenschappen, daar ga je als stiekem een beetje vanuit dat dat moet gaan lukken, om daar mee te doen op zijn minst. Ja, en dan ga je al verder kijken. Misschien naar de Olympische Spelen later, maar ja, je weet het niet. Femke Janmaat. Femke Janmaat genomineerd als Sporttalent 2010 in de gemeente Nieuwkoop. Ja, dat is echt heel erg leuk. Femke was blij verrast toen ze het hoorde. Nou, ik ben er heel blij mee en ik hoop de eerste plaats te halen. Ik ben op het NK 3 keer eerst geworden en op het EK 2 keer tweede en 1 keer eerst. Ze is op het Nederlands kampioenschap 3 maal Nederlands kampioen geworden op verschillende onderdelen. En daardoor heeft ze zich geplaatst voor het Europees kampioenschap, waar ze 2 keer tweede is geworden en Europees kampioen. Dit jaar is Femke in een hogere leeftijdsklasse uitgekomen en daar heeft ze zich ook geplaatst voor het EK. Dus dat is eigenlijk al een stapje hoger. En nu gaan we naar het EK toe werken en we weten wat we daar nu kunnen bereiken in een hogere leeftijdsklasse. Ik hoop dat ze kan bereiken wat ze wil, maar ik hoop stiekem dat ze wel met een medaille naar huis gaat. Ik hoop op het EK in de top 6 te komen. Jesse Dullemans. Jesse Dullemans, genomineerd als Sporttalent 2010 van de gemeente Nieuwkoop. Hoe vind je dat? Ja, leuk. Ik word steeds beter, ik train meer. Hij traint al jaren heel hard en hij gaat goed vooruit. Dus het is in ieder geval heel leuk voor hem. Ja, ik heb heel veel toernooien meegedaan. Vorig jaar de Zuid-Hollandse kampioenschap werd ik eerste in de PLC, dacht ik. En dit jaar gedeelte derde. Hij is nog heel jong, ja. En ja, tafeltennis is toch een sport jong geleerd, is oud gedaan. En dan kun je heel ver komen als je zo hard blijft trainen. Zit Eredivisie er zeker in en misschien meer. Wat droom je stiekem van in de tafeltenniswereld? Gewoon het WK winnen. En Tom Wijfje. Tom, genomineerd als Sporttalent 2010 in Nieuwkoop. Wat vind je ervan? Ja, ik vind het wel leuk, ja. Want ik had het niet verwacht. Ik heb het clubkampioenschap gewonnen. En ik ben 26e geworden met het NK. In 2011 wordt het allemaal wat moeilijker. Waar hoop je dan te rijden en welke prestaties hoop je dan te halen? Ik hoop dat ik heel veel regiowedstrijden ga rijden. En bij de eerste 15 te komen bij het NK. Waar droom je wel eens van? Ik hoop ooit nog de wereldkampioenschap te winnen.